Patiënten en medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis konden een persoon of een afdeling voordragen voor de DOPA's Award 2018. Naast deze prijs wordt er ook €5.000 beschikbaar gesteld door de cliëntenraad aan personen of afdelingen die zich extra hebben ingezet voor de patiënt. Daarbij gaat het vooral om geven van persoonlijke aandacht en goede begeleiding. Vandaag stellen wij aan u voor... Ik ben Sascha van Bommel, ik werk in de Poliklinische Apotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ik ben de apotheker van de locatie in Doordwijk. Ik ben sinds 2001 apotheker en sinds 2010 werk ik in het Albert Schweitzer ziekenhuis. En ik ben met name naar het ziekenhuis toegekomen omdat ik de diverse specialistische zorg die hier geboden wordt aan de patiënten, vind ik heel uitdagend. De bijzondere momenten zijn met name heel divers. De ene keer is het een man die aan de balie komt die net vader is geworden. De andere keer iemand die toch heel slecht nieuws heeft gekregen boven de polyklinieken. Het meest mooie vinden wij wel dat we iemand zo kunnen helpen en begeleiden dat hij met een vertrouwd gevoel naar huis gaat en precies weet hoe hij zijn medicatie moet gebruiken. Geen enkele dag is hier hetzelfde. En het is juist altijd snel schakelen, mensen met verschillende zorgvragen. De hulp die we kunnen bieden op de afdeling als mensen met ontslag gaan of mensen die net op de polykliniek zijn gekomen of vandaan komen. Wij wilden juist iets doen wat ook weer bij de gast of de patiënt eigenlijk dus baat bij heeft. Dus we hebben gedacht om een projectje op de grond te laten komen. Dat kan een piano zijn, dat kan een trap zijn, dat kunnen balletjes zijn waar je op moet gaan staan. Het staat nooit in de weg, het is een projectie namelijk. En voor alle leeftijden bedoeld, voor jong en oud. En als bij wijze van spreken wat jongere mensen erop gaan staan, dan kunnen de andere mensen vanaf de bank dat zien. En het is weer wat anders dan zo'n kralenketting die je in de wachtruimte ziet, vaak in de zorg. Op 10 januari 2019 wordt tijdens de nieuwjaarsborrel de winnaar van de DOPA's Award bekendgemaakt.